een programma dat heet Onderweg. Onderweg. En zo eens in de paar jaar gaan we ook een keer het water op. En omdat op het water kom je weer andere mensen tegen en kom je weer op andere plekken en kijk je anders tegen de wereld aan. En toen zagen we een boot vol met leuke jonge vrouwen langskomen. Ja, en ik zeg tegen de schipper, dat kunnen we niet aan ons voorbij laten gaan. Maar hoe komen jullie hier terecht? Met de auto. Met de? Auto. Dat lijkt me sterk. Ja, we hebben een midweekje vakantie gehad in een huis in Limburg. En we sluiten hem af met een boottochtje. Ja. Hoe stoer is dat? Zeker. En dat in coronatijd? Ja. Ja. Dus jullie hebben allemaal een eigen huisje natuurlijk? Jazeker. 1,5 meter afstand dan. Ja. 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 En nou gezellig. Rozeetje erbij. Ja, wilt u een glaasje? Het is toch een beetje vroeg voor mij. Dat valt best mee. Maar ben jij nou de Bob? Ja. Ja. En nog iemand, een droogshirt. Oh, jij bent ook Bob? Ja, blijkbaar. Hey, een midweekje hoor ik van deze dame. Wat zijn jullie voor elkaar? Vriendinnen. Vriendinnen? Ja. En hoe van al sinds de kleuterschool? Sinds de middelbare school. Ja. Middelbare school? Ja. Ik ga wel bijna tegen de kant. Ja, uren mee. Even naar achteren. Ja, jullie liggen nu vast. Doe jij het? Dat is Luke trouwens, dat is de captain of our ship. En Luke gaat even de achteruit inschakelen, zodat we niet dadelijk allemaal op de bodem van... En hoe lang is dat geleden dat jullie met z'n allen op de middelbare school zaten? Twee jaar. Twee jaar? Nou, vorig jaar nog. Vorig jaar nog. We zijn nu 1 jaar. Ze waren nog de meeste, zeg maar. Dus, een jaar geleden zijn jullie geslaagd? Ja. Oké. Op Parma. Allemaal uitgevlogen nu, richting studies en dergelijke. Bijna. Ja, een paar. Ja, bijna. Ja, een beetje een rare jaar, hè? Ja, nogal. Hoe houden jullie dan contact met elkaar? Jullie hebben natuurlijk een vriendinnen-app. Ja, we hebben een bar. Wat zei je nou? We hebben een bar. Ja. Ja, we een bar? Bij, ja. Thuis. Wie is Floor? Hey Floor. Hi. Ja. Ja, ze heeft een schuur thuis en die hebben omgetoverd op een bar. En dan gaan we soms zitten en dan gezellig hebben we feestjes. Ja, dansje, een drankje, alles. Een dansje? Dansje en een drankje, ja. Oh ja? Ja. Foute discoavonden en zo. Ja, uiteraard. Ja. Oh leuk! Hebben jullie dan ook van die themaavonden, jaren 70 of zo, of een ABBA-avond? Ja, we hebben er pas één gehad. Ja, we hebben een skifeest gehad, après-ski. Ja. Oh, een après-ski is wel handig, hè, want ski is natuurlijk lastig in die schuur. En dat is dus jullie eigen kroeg? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, nou, dat hebben ze hier ook, en dan noemen ze dat een kiet, voor de jeugd, om zichzelf een beetje te kunnen zijn. Want anders zit je, ja, je mag de kroeg niet in of je mag daar niks drinken en zo. Jullie zijn allemaal meerderjarig? Ja. Oké. Okay. Ja, nee. Anders moeten we de rozeetjes en zo een balkje geven. Ja. Wat zijn de plannen voor vandaag, dames? Jullie gingen nu richting Roermond? Ja, we denken even aanleggen in Roermond en dan eventjes... Eten, ijsje eten misschien. Gewoon een beetje spontaan. En weer een stukje varen en dan naar huis. Ja. Naar huis. En naar huis is in dit als geval? In, ja, naar Houten, naar Utrecht. Ja, maar waar zijn jullie nou begonnen vanochtend? Daar. Hier gewoon. Ja. Daar in de haven. Echt heel dichtbij. Is dat... We zijn echt net onderweg. Jullie zijn pas net begonnen? Ja, we zijn net onderweg. Oh, dus je kunt daar ook dit soort bootjes huren? Ja. Oh, wat leuk. Ja, zeker. En jullie zitten daar ook in een
in een huisje dan? Nee, we zaten bij Venlo, Zevenum en dan in het Landafpark. Ja, dat kennen wij wel. Ja. Dat kennen wij wel. Ja? Ja, Zevenum. Ja. En hoe zijn jullie dan hier naartoe gekomen? Met de auto. Met de auto. Oh ja, dat zei jij al, hè? Ja. Want jullie waren ook vanuit Utrecht met de auto deze keer. Ja. Ja. Wie moet er nog rijden dan? Zijn dat ook... Ja, en... Ja. De woonzelf moet rijden. Moet uitzoeken. Dat is altijd heel gevaarlijk, hè? Als je dat op de dag zelf dan nog moet gaan uitzoeken van wie rijdt er terug. Ja. Maar dat doen we wel voordat we de drankjes gaan doen. Ja. Wij waren net trouwens in het kleine haventje in Roermond. Ja. Daar is nu nog plek genoeg om aan te leggen. Oké. Okay. Dus als zometeen de opname voorbij is, dan zou ik zeggen van met gezwinde spoed richting het haventje en dan leg daar lekker aan. En dan... Waarvoor is de opname dan? Ja, ik snap het niet. Nou, dit is eigenlijk, nou ik zal maar meteen, dit is een promotiecampagne voor Geert Wilders. Nou, dan doen we niet meer mee. Dan gaan we weg. Oh. Is het dan nu meteen klaar? Ja. Doei. Nee, normaal gesproken verplaatsen wij ons ook met een auto door de hele provincie. Okay. En à l'improvise, als we ergens een trigger zien, dan proberen we met mensen in gesprek te komen. En dat zijn verhalen die kunnen overal over gaan, over het leven zelf. We nemen altijd 12 minuten op, daar wordt niet in geknipt. Dus alles wat we opnemen, zenden we ook uit. Natuurlijk met jullie toestemming. En dat kun je ook in Utrecht bekijken. Dan hier R220 voor ons. Ja, staat... ja, kijk, daar staat, het logo van de omroep. En dit is ons logo. En als we straks een e-mailadresje krijgen of zo, dan kunnen we jullie op de hoogte houden van het moment van uitzenden. Oh, dat is wel leuk. Ja? Ja, dat willen wij wel. Oh, jullie willen dat? Ja, willen jullie dat ook echt allemaal? Ja, leuk. Ja, kunnen we in de bar kijken. Ja. Oh, is daar internet en tv? Ja, ja. Je meent het. Daar... Floor! Wat is dat voor een wereldadres? Is dat bij jouw ouders? Ja. En het is een schuur? Ja, de schuur staat echt los van het huis. Geen herrie, nou. Beetje. En wat vinden jouw ouders ervan? Die doen gewoon mee. Ja, oh ja? Maar dat zijn die houden wel van een feestje. En mijn vader wel. Ja. Heb jij ook zo'n vader die dan het nodig heeft vertimmerd aan de schuur, zodat je daar een leuke... Nou, het was zeg maar eerst één gehele schuur en dan is er een bandje tussen zet en dan hebben wij ongeveer 1/3 van de schuur. Gewoon een heel dun... Staat er ook een echt barretje in? Ja, van hout. Met krukken? Nee. Ja, ja, wel. Ja, wel krukken. En wat nog meer? Een dartbord of zo? Nee. Twee banken. Een discolandafeltje. Jullie zijn niet van die darters. Nee. Het is gewoon drinken en kletsen. Ja, en dansen. En dansen. En zingen. En zingen. Ja. Heel veel zingen. En eten, heel veel. Ja. Wordt er dan ook gekookt? Nee, chips. Oh, chips. Ja. Chips. Wie is de dancing queen van dit gezelschap? Maartje. Nee, Maartje. Maartje? Oh, Maartje is een beetje van de stille wateren, diepe gronden. Ja, ja, ja. Op de dansvloer gaat ze pas los. Ja, zeker. Ik ga het ook niks voordoen als je dat doet. En ik vond dit nou juist zo'n mooie plek om dan even... Helemaal los te gaan. Ik hoef Loek maar te vragen en die draait een leuke... Nee, dus als jullie verzoekjes hebben... Nee, we hebben zelf een box bij. Ja, muziek hebben we ook genoeg, maar... Ja. Oké, okay, dus dansen gaat niet gebeuren? Nee. Met z'n allen. Maar vriendschap, echte vriendschap is natuurlijk onbetaalbaar. Maar ik kan me voorstellen dat het straks lastig wordt als jullie allemaal... ergens studies gaan volgen en zo, dan is het denk ik moeilijk om nog met z'n allen in de schuur bij elkaar te komen. We hebben het al een jaar volgehouden. Pardon? We hebben het al een jaar volgehouden.
Maar je ziet dat we er elke week zitten hoor. Gewoon als onderweg. Als vorige de dames heen. Ja, als je gewoon contact houdt via WhatsApp en zo, dan is het allemaal. Ja. Dat komt daar goed, denk ik. Is dit nou de complete groep of missen we nog iemand die niet meekomt of zo? Wat zei je nou? Wat zei je nou? Als iemand dit al zo kijkt, dan doen we het niet en dan. Ja. Ouch. Laat maar gewoon safe spelen. Oh, ja. Of juist niet safe. Nee. Dus vandaag gaat het ook weer terug? Ja. 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 Dus van maandag tot en met vrijdag? Ja. Geen weekend? Nee. Oh, dus zitten jullie dan dit weekend nog in de schuur? Nee. Nee. Mensen gaan ook weer op vakantie. Ja. Oh ja. Allemaal druk op vakantie. Cool, dames. Ja, heel cool. Ik vond het wel gezellig. Ik ook. En ik hou jullie op de hoogte. Ja.